Mijn naam is Sanne Bijleveld, ik ben Olympisch gewichtheffer in de min 59 kilo klasse en ik ben drievoudig Nederlands kampioen. Sport bestaat uit twee disciplines. De eerste is het trekken. Bij het trekken heb je een bredere grip aan de halter en dan gaat de bar zo recht mogelijk omhoog. En tijdens de strekking eigenlijk van de atleet moet de atleet zo snel mogelijk onder de halter uitkomen, zodat de atleet de bar eigenlijk zo laag mogelijk opvangt. Daarna moet de atleet ook nog even helemaal strekken en dan is eigenlijk die beweging klaar. De tweede discipline is het stoten. Daar heb je de halter wat smaller vast. Beetje hetzelfde principe als bij het trekken. Je beweegt de halter in een rechte lijn omhoog. De atleet gaat zo snel mogelijk onder de halter, maar vangt de halter eerst op de schouders. Dan staat de atleet op en vanuit daar moet de halter nog van de schouders tot boven het hoofd. Ook daar is het weer belangrijk dat je helemaal gestrekt eindigt. Dan is het stoten eigenlijk klaar. Op een EK of WK kan je voor elk onderdeel dus trekken, stoten en totaal kan je medaille halen. Maar bij de Olympische Spelen is het alleen de gewichten bij elkaar opgeteld en dan krijgen de 1, 2 en 3 een medaille. Er wordt vaker gedacht dat Olympisch gewichtheffen voornamelijk uit kracht bestaat. Maar het is heel belangrijk dat de techniek heel verfijnd is. En dat is misschien nog wel belangrijker dan sterk zijn, want anders zou eigenlijk de sterkste man van de wereld ook heel goed zijn in gewicht heffen en dat is zeker niet het geval. Dus het gaat echt om een combinatie van techniek, kracht en ook snelheid. Dus eindelijk weer een Nederlander op de Olympische Spelen. Dat is 53 jaar geleden. Toen was Pieter van de Krukker, die werd 9e. En nu is Enzo Kuwortjer, dat is een 19-jarige atleet. Niet onbelangrijk om te vermelden, ook wereldkampioen bij de junioren. Dus dat is echt supergoed. Het zou heel mooi zijn als hij ergens top 7, top 8 gaat halen. Mijn eigen droom is om over 3 jaar op de Olympische Spelen te staan in Parijs. Dus daar ga ik nu heel hard voor werken, of daar ben ik eigenlijk natuurlijk al heel hard voor aan het werken. Volgend jaar begint de kwalificatieprocedure, dus dan ga ik mijn uiterste best doen om de eerste vrouw te zijn op de Olympische Spelen voor Nederland.